En dan nog wat net binnengekomen nieuws uit Volendam. Want er lijkt geen einde te komen aan de stroom nieuwe talenten die uit het vissersdorp komt. Ja, na BZN, Jan Smit, de 3J's, de Cats en Nick en Simon gaan nu de White Wankers proberen de wereld te veroveren. Pardon? Ja, en de White Wankers die pakken het heel anders aan dan hun voorgangers. Voor deze jongens geen Boom Boom Bailando of Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen. Laat staan Jeppa, Jeppa, Jeppa. Of 's avonds voor het slapen gaan kijkt zij naar dezelfde banaan. Maan, bedoel ik. Deze nieuwkomers zijn uit behoorlijk ander hout gesneden. De Nederlandse muziekbusiness staat op zijn kop nu Jaap Buijs een nieuwe groep aan zijn artiestenstal heeft toegevoegd. De White Wankers bestormen de nationale en internationale hitlijsten en zijn de sensatie van het jaar. Voor Jaap Buijs was het wel even wennen. Ja, die is wel wat anders, hè. Die is eigenlijk niet mijn ding, maar ja. Je moet een beetje met je tijd bij gaan natuurlijk. Jaap Buijs ontdekte de White Wankers bij een lokaal Volendams televisieprogramma. Nou, ik kijk altijd veel naar Live and Kicking en toen zag ik ze voorbij komen. Ik denk, verdomme. Ja, het is niet mijn ding, maar het is wel erg van deze tijd. Ik denk, nou, we moeten toch eens gaan praten. Nou ja, en dat is niet voor niks geweest, want het is echt een compleet gekhuis. Echt wereldwijd, het is ongelooflijk. Ja, Buijs. Over de White Wankers. Yes, sorry, but we are fully booked. Oh, it's for Thailand. Oh, for Thailand we have some possibilities. But only for a couple of days. De nieuwbakken talenten timmeren al aardig aan de weg. Inmiddels zijn de mannen druk bezig met hun promotietour. Fotoshoots, radiooptredens en interviews moeten ervoor zorgen dat iedereen kennis maakt met Nederlands nieuwste sensatie. Hey jongen, kom maar in. Stop, Mr. Blue. Hey, kom maar in jongen. What's up, Pixie Blue? What? Motherfucker. Een beetje meer lachen hoor, want ik hoor helemaal niks. Oké, het staat er wel op. Maar wat voor muziek maken jullie eigenlijk? Give me something! I got 7 pounds of pumping in my pit. I got 7 pounds of radio-interviews, tv-interviews, pers-interviews. Ze zitten nu op dit moment in België. Ja, Buijs? Wat? Nee, dat doet me leid, dat gaat niet. Nee, dit jaar gaat sowieso niet meer. Vielleicht nächstes Jahr, maar dat is het beste wat u spijt dat was aanroept, ja? Oké, alles klaar. Ciao. Kijk, Duitsland begint ook al. Maar het zit gewoon, het zit ook in principe helemaal vol dit jaar. De White Wankers zijn een doorslaand succes. En dat zorgt af en toe wel voor wat irritatie bij de andere sterren van Buijs. Nou, die hadden er best wel een beetje moeilijk mee. Die moeten er echt even een beetje aan wennen. Want ja, dat zijn toch al serieuze jongens. En dan krijg je een soortje, ze zien er nou niet echt uit om te zeggen van jongen, weet je wel. Dat is een soortje geworden natuurlijk. Maar ja, daar moeten ze dan maar aan wennen, want ja, dat is ook gewoon muziek, weet je wel. Ja, Buijs. Hey Jan. Hey, baan me later even zo, want ik ben even met wat belangrijks bezig. Maar weet je, ik baan jou van de week wel op, want ik moet even naar Thailand ook. Dus dat wordt wel eind van de week. Ja? Oké, nou, daar hoor. Shownieuws zou shownieuws natuurlijk niet zijn als wij niet de primeur hadden van de nieuwe videoclip van The White Wankers. Hier is 7 pounds. Kan niet wachten. Yo, this one is for the Hoochie Mamas in the house. We're gonna crack it up because we're the White Wankers. I got 7 pounds of flesh. Pumping in my pants. I got 7 pounds of flesh. Pumping in my pants. I got 7 pounds of flesh. Pumping in my pants. Big ass, yummy, 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 big
yummy. We came from the gutter. We had no plans. We thought we had a chance. But listen, we were wrong. You gotta fuck a bitch, hoe. Miles and miles.